wel direct of ik met iemand een klik heb, ja of nee. Als ik er zelf ook al een goed gevoel bij heb, dan ga ik daar sowieso meer naar leunen dan iemand waar ik denk van. Ik ben niet zo echt een receptieafschuimer, maar ik heb een heel breed netwerk, maar dat heeft veel meer te maken dat ik al redelijk lang een ondernemer ben. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ik hoop gewoon een leuke babbel. Het lijkt mij een tof format en ik vind het ook wel interessant. Elke week plaatsen we twee bedrijfsleiders tegenover elkaar. Aan de hand van open vragen leren ze elkaar beter kennen tijdens een blind date biz. Voilà. Oké. Dat is echt, deze is weird. Hey! Echt iemand waar ik heel hard naar opkijk. En dat gaat ongelooflijk raar klinken, maar dat is mijn laatste baas bij VVL BBDO. Dat is Wim van Ees, die in het Antwerpse ook wel wat bekend is voor zijn gevecht rond alles wat de brug is hier over Antwerpen en Oosterweel en andere verbindingen. Dat was iemand die mij een paar van die dingen heeft geleerd waarvan die ik vandaag nog altijd gebruik. Dat was iemand met heel veel empathie naar zijn mensen. Ook business-empathie, dat is iets helemaal anders, maar ik heb dat van hem echt wel geleerd. Mm-hmm. Je moet proberen als ondernemer en ook als wij naar klanten hun advies geven, altijd weerzetten op voorhand te denken. Ja. Dat is strategie voor hem. En ik heb er altijd goed om te houden. Toen ik weggegaan ben, hebben wij, dat kan onder mannen, in zijn bureau, en er werkte toen 140 man, wij altijd weer zitten huilen. En ik heb toen gezegd, ja, Wim, je moet dat begrijpen, ik moet hier weg om een paar redenen. Ten eerste, allee, je bent mijn baas, maar je bent mijn guru, je bent een soort vader dat ik misschien toch nooit echt heb gehad. Ja, soms voelt dat wel een beetje aan als bedrijfje spelen. Hè. Monopoly 2.0. Ja. Uw eigen hotels kopen, uw eigen huisjes kopen. Ja, ik zit nog niet aan de hotels, Harry. Soms terug naar afgaan. Ik zit nog aan de hutjes. Ik denk dat je vooral, en daar haal ik wel echt heel veel voldoening uit, is een heel stabiele thuissituatie, een goede familie en vriendin om op terug te vallen. Daar haal ik echt heel veel uit. En daar kan ik soms echt wel thuis, kan ik gek doen, kan ik volledig uit mijn comfortzone gaan. Ik heb ene keer in het bestaan van het bedrijf aandelen gratis weggegeven. En dat zou ik nooit meer doen. Maar niet wil zeggen dat ik veel geld voor die aandelen had moeten hebben, want daar gaat het niet over. Maar iets dat je gratis weggeeft, is iets wat dat gratis is. Dat is niet gevaloriseerd. Ja. Ik heb te vaak, en dat wil ik toch nog wel zeggen, het idee van, het zit al in mijn hoofd, dus de andere mensen moeten dat ook maar weten. En ik denk, moest ik helemaal opnieuw beginnen, ik zou misschien soms toch wel gewoon zeggen, allee, ik moet iets duidelijker zijn. En ik heb dat iets duidelijker te lang ervaren als, ik ben nu een baas en ik kan dat iets vertellen en ik kan zelf niet tegen bazen. Ik heb gelukkig een gigantisch goede rechterhand. Dat is mijn managing director, Petra. Wanneer is zij gekomen? Zij is al 20 jaar, dus die is vrij snel in het bedrijf gekomen. Wat wil zeggen dat zij de cultuur kent. En zij is eigenlijk, ze omschrijven ons, ik ben de PowerPoint en zij is de Excel. Hey. Waar ik veel voldoening uit haal, is één, mijn vrijheid. He, om eerlijk te zijn, ik kijk uit naar maandag. He, in het weekend, ik kijk echt oprecht uit naar maandag. Ik vind het fantastisch om met die zaken bezig te zijn en om dat bedrijfje te laten groeien eigenlijk. Ook als ik dan nu binnenkom bij onze bedrijf en je ziet dat er 21 men op onze payroll staan. En ik denk van oké, ik ben 28 jaar. Ja. Wij groeien op onze eigen liquiditeit, dus ik heb geen financieringen lopen. Dan denk ik van oké, dat is gek. Overlaatst zei Chloe en mijn partner en haar ouders ook wel van maar we zijn ook toch wel fier waar jullie wat je tot nu toe hebt. Dat is mooi, hè?